De winnaar is Arthur de Slover. Het is altijd een beetje speciaal om als speler van een teamsport een individuele prijs te krijgen. Maar het is inderdaad heel mooi om als beste jongere van de wereld benoemd te worden. Is heel mooi. Maar ook deze prijs is heel mooi. Het is een nieuwe prijs met een korte eerlijst, maar ja, met heel mooie winnaars. Dus ik ben heel fier dat ik er deel van ga maken. Ik heb eigenlijk persoonlijk niet echt heel veel kunnen genieten van onze WK-titel, omdat ik denk 5 dagen na ik terug was van India moest ik al terug binnen studeren, omdat ik nog 2 examens moest afleggen. Dus was eigenlijk redelijk snel voetjes op de grond. Het is een enorme hulp voor ons. Ik denk we mogen eerst en vooral kiezen hoeveel vakken we opnemen. Dan kunnen we ook verplichte lessen missen, moest je training hebben of een toernooi hebben, dus dat helpt ook wel. En het belangrijkste is dat je examens kunt spreiden. Ik heb nog nooit problemen gehad met profs. Ze zeiden ook van super dat je de 2 kan combineren. En we zijn heel blij dat we dit voor jullie kunnen doen. Dus dat is heel leuk voor ons.